you mind. De boodschappen in de woorden. Jullie worden bedankt voor het omleiden van mijn geest. Toen werd ik lange tijd iemand die ik liever niet had willen zijn. Daarom vraag ik jullie met de mij nu aangevoerde zelf verworven kracht. Hoe jullie dat zo link hebben verzonnen om ons zo te onderwijzen. Te belemmeren onszelf te vinden en te zijn. Door ons te plaatsen op verdommende scholen. Daar zat vast iets achter. Of vonden jullie het zelf op school best wel fijn? De boodschap vlak na de oorlog. De boodschappen regenden vol pakken uit de door jullie gebakken lucht-tv. Ja, ja, nu zou het echt wat worden. Alle wijsheid van het echte leven. Alle vrouwelijke wijsheid. Links verborgen in een totaal correct verborgen onderwijssysteem. De mensen vol goede verse moed, bevrijd van de onbekend waarom gestreden strijd, werden flink vermaakt en bouwden als verborgen slaven, langzaam en gedwee, als schapen naar de slacht gelijk, hun eigen zelf betaalde vooraf. En als voorbeeld de honger van de oorlogen op de door hun zelf vrijwillig aangeschafte tv. Wat was nou precies de aanzet van het virus? En is het verhaaltje nu al af? Ik denk en weet van nee. Want als je het ongevoelige hamburger service slaaf nummer omdraait, staat er... Applaus voor die wakkere geest. En dan betaal je tussen haakjes ook lidmaatschapsgeld voor. Dat is namelijk een zorgverzekering. Want het BSN is van zichzelf reeds verzekerd. Ik moest in het verleden wel eens naar de gemeente. Daar had ik echt nooit zin in. Maar ik dacht dat het moest. Dat maakte mij tot een gelovige in een systeem. Ik wist niet waar vandaan het kwam. Maar ik was te lui nog om te zoeken naar het recht om te weten van hoe en het waarom. Ik bleef echt een veel te lange tijd ontweten. Zeg maar volgzaam. En dus dom. Toen vroeg ik eens aan iemand wat de betekenis van het woord gemeente was. Hij antwoordde zelfverzekerd. En... meteen, dat zijn allemaal criminelen. Inderdaad, dacht ik, het zit in het woord zelf. De gemeente. De gemeente. De woordschap.